Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en je kon tot de beelden misschien al zien. We zijn onderweg. We waren vertrokken vanuit het bureau van Woerden, want daar zit Dennis tegenwoordig. Dat is alweer, wanneer voor de laatste zijn video opgenomen? Ja, voor mij een jaar geleden. Een jaar geleden? Toen zat je een beetje net... Zat net daar. Het is ook officieel de baas team de kopen. Baas team de kopen. Baas team de kopen. Wat gaan we vandaag doen? We zijn voor de horeca, want ja, dit weekend zijn de maatregelen er vanaf, grotendeels. Mm-hmm. Dus we gaan weer de horeca toezicht doen. Van ook het gele lesje natuurlijk, hè. Ik kreeg al voordat ik van huis wegging, neem je al je gele vest mee, jongen? Ik zei, ja, ik heb toevallig net een nieuwe binnen, want dat is ook echt knalgeel. Dus ja, die van jou is gewoon, vies, die van jou is gewoon schoon. Ja, dus die moeten we vandaag even inwerken, zullen we zeggen. Horeca dienstje, tot 4 uur vannacht. En nou, een beetje traditioneel, Dennis en ik dronk vooral vaak in Utrecht, ging koffie halen bij een bepaald merk. Ja, we zaten elkaar een beetje gek te maken, ja. Laat weet ik zijn. Dus ze zeiden, we rijden eerst even naar de Meren. Dus onderweg nog even een auto gecontroleerd en... Ja. Waar gaan we nu heen? We gaan eerst eventjes naar IJsselstein. Ja, daar gaan we ook, want dat hoort ook bij de koper. Daar gaan we ook even de horeca bekijken. Ja. Want IJsselstein begint, de collega's voor IJsselstein zelf beginnen om 9 uur, dus dan zijn wij er eerst even. Ja, want even voor de kijker die het misschien wat minder goed kent, het gebied. Jullie baasteam bestaat voornamelijk uit Woerden, Oudewater, IJsselstein en eigenlijk alles een beetje wat loopt in Montfoort. Dat zijn een beetje de gemeentes. En omdat het een groot gebied is, nou, wat ik in de stad had, had ik één bureau, één opstartlocatie. Hier hebben we 2 opstartlocaties. Woerden en een IJsselstein. Satellietbureau, zoals dat mooi heet. Heet dat satellietbureaus? We noemen het satellietbureau, tenminste. Oh, dat heb ik in officiële documenten die, voorbij zien komen. Die had ik niet gehoord, wereld geleden. Nee, maar goed, 2 opstartlocaties. Omdat je zo'n groot gebied gewoon gedekt wil hebben. En soms kunnen die team ook wennen aan het videobrief. Dat hebben we goed gedaan. Oh, ja. Ja, op de Voorstraat in IJsselstein even een staande houding en die kan straks ook richting BVH, een onverzekerd voertuig. Komt op beeld te zien, we zijn inmiddels al in IJsselstein en we hebben een voertuig gecontroleerd. Dat was eigenlijk het grootste wat nu of tegen zijn. Ja, hij stond gemiddeld op de weg. Stond midden op de weg, inderdaad ook niet verzekerd, dus gaan we administratief moeten het straks even verwerken. En we zijn nu op de locatie, of de satellietlocatie heette dat zo? Ja, satellietlocatie van IJsselstein. Collega's komen hier nu binnen. Nou, even gedacht zeggen. Dat hoor ik aan IJsselstein. Dat is de vorige video ook zo gedaan. Ja? Zijn we ook even in IJsselstein. Ja, het hoort erbij, weet je. Het hoort erbij. Het hoort erbij. Het is ook wel lekker. Er zouden ook 5 gasten zijn die hem willen neersteken, neerslaan. Dus wij gaan even kijken wie daar allemaal zit op de kop en staat. Over. De 53-22, kom maar op. Nou,
Dus we gaan kaas vanmiddag, of het is helemaal niet weg geweest. Ik ga hem maar, staat hij helemaal los, hè, Mark? Ja, nog één keer de rest, maar zo staan, dan kunnen we dit in. Ik ga hem ook gewoon met hier niet. Ja, wij gaan er met de kop. Zit er geen paling? Ja. Kijk, gaar is het gaar? Is het brand, hè? Ja, nee, die gaan we dan niet aan spenderen. Niet op de hond gaan staan. Blijf het, hè? Nee, nee, nee. Nou, die wordt bij de hond zonder in Waardenberg. Dat is de Rechterweistraat. Oh, mooi. Ja, 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 erop dan. Dat is nog meer van... De 53-22 of zo. Ja, we zijn hier harder als scheur op de dijk met auto's. Reenwijk en Woerden krijgen we belletjes over een Opel Vectra, oud model, Poolse platen erop. En die rijdt de zonneverlichting op de Rijksweg. We proberen maar te seinen, dat doet hij zijn lampen aan en vervolgens doet hij ze weer uit. De laatste melding net voor Woerden. Melden van de rest geen zicht meer, wil je licht weer even kijken. Ook nul voertuig, postkenteken, zijn we het licht aan. Alleen aan deze 53 alleen uit. Ja, ik heb een gevoel bij. Moet je het even bekijken? Nee. Dit is gewoon. Dankjewel, 53 alleen uit. 43 ook. Hallo, is ook een vuurtuig. Ja, dus het is continu op je scherm. Dat is een volle roer, dus hij zal inmiddels voeren al voorbij zijn, denk ik ook. Ja, wij hebben in ieder geval nog niks te zien. Wij staan bij 46-2. Ja, de bikers die zijn er nou, zie ik. Nou, voor de 43, die mij betreft, kunnen dan door richting Parkleuk van Vervoertje. Die gozer wordt nu overeind gezet, dus dat komt nog wel, denk ik. Ja, ik heb 53-22 en de 10 onderweg naar de Bosrood. Ja, die rijdt waarschijnlijk ver buiten gebied uit. Op de helling schaaien zie ik. Ja, deze af. 43 en de 43 ook. Ja, maar. Ik spreek dat van haar. Ja. Dit is de camping. Dus. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, we krijgen nog geluidsoverlast vanuit de Doekenwaai. Dit horen we dan wel, maar we krijgen de melding niet te spreken met ons gebeld. Oké. Ja, dan gaan we eens even op zoek naar de blonde. Een zwarte Seat Ibiza. Welk type is dat in MDP? Joh. En de buiten 42 gaat. Thank you.
Verzoek van de 3121 of u misschien met de camera het een en ander kunt vastleggen. Zeg daarna hele korte RC-melding. Ja, ik rij dus niet terecht. Ja, aanhouding bij dat ongeval. Ja, laat ik zo zeggen, moet hij melding tussentijds verzenden of staat hij nu op een... Ja, iedereen op tafeltjes, weet je. Het is verder om niks, iedereen staat op een tafeltje. Ik denk dat ik wel een melding heeft op de plaats gestaan, dus dat betreft staat het allemaal goed over. 4341 en bij 4341 8. Wat staat binnen bij de Koemer staan? Hem. Ja. Ik heb een visje op de verijzergalaan. Ergens in de tuin. Ja, dat was niet het slimste idee. Nee. Die is hier nu terug geweest drinken, is hij terug naar huis gelopen. Komt die twee gasten tegen, eentje gaat filmen al, de ander daagt hem uit. Dat is zijn gezicht geschopt. Ja. Maar hij zichzelf die zijn gezicht geslagen is. En toen zijn de jongens deze kant teruggelopen. Toen wilde hij achter die jongens aan om met ze te praten van waarom doe je dit nou? En toen dacht ik, ik vind het een fantastisch idee om van het talutje af te springen. Alcohol om daar vanaf te springen. Daar vanaf? Ja, want hij dacht dat is wel slim. Ja. Wat? Dat is voor jou toch? Ja, 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 die broek is ook kapot. Ja, nu is dat te laat. Dat heb je goed gezien. Ja, het lijkt overal. Ik kan echt niet. Ja, of is het wel. Hoe kwam het dat ze hier gingen schoppen? Laten we even naar beneden nog. Ik ga weer rustig houden. Ja, alleen op je linkerbeen staan. Niet hoog houden. Henkel houden, hou je vast. Goed zo. Soepel jongens, soepel. Soepele heupen. Soepele heupen. Mag ik nog een beetje... Zit er wie anders? Zeker aangifte doen. Dat is niet helemaal iemand in je hoofd trapt natuurlijk. Jongens, dan zijn we weg, weet je. Ja, maar misschien herinner je ze nog of... Ja, later. Ja. Geluidsoverlast, feestje staat achter. Oké. Okay. 50 Goedenavond. Is de hoofdbewoner thuis en zou de muziek even uit mogen? Ja. Die mogen hier goed spelen. Hallo. Nou ja, een van de. Jij bent van YouTube. Dat heb ik zeker. Maar we gaan eerst even andere zaken doen. Ja, sorry. Over het geluidsoverlast. Nou, dan gaan we naar binnen. Ja, want mensen toch in de olie zitten. Ja, nee, ik weet het. Elkaar overstemmen. Ze waren net een... Ja, daarom. Gaan we nog even lekker gezellig. Fijne avond. Zullen we nog even een foto? Even een foto. Wil jij een foto? Ja, even een foto. Hey, werk ze nog? Hey, hey, rustig aan. Oké, hoi, hoi. Hoi, hoi. Nou, het zit wel op je week. Ja, het is inmiddels bijna tijd. We gaan het is al midden in de nacht. Doen, het is midden in de nacht. Ja, het is midden in de nacht. Ik had er iets meer verwacht. Ik ook. Dus het eerste weekend dat de horeca weer open ging, ik had echt wat meer drukte verwacht ook in de stad. Maar het valt 100% mee. Ja, het was inderdaad, we hebben veel kleine meldingen overlast gehad. Verspreid door het hele gebied. Maar ja, ik dacht, zoals jij al zei, nou, horeca. Eerste dag, iedereen gaat er helemaal los. Maar dat viel gelukkig mee. Ja, teken. Nee, laat opstaan dat het heel goed positief teken, is. Hè? Maar goed, ja, voor ons is het vrij weinig te doen. Wij verwachten als politie dat er toch wat meer druk op zit. En laat ik zeggen, dat maakt het werk soms voor ons wat leuk. Maar gelukkig niet. Ik zeg al laatst wat overlastmeldingjes en dan zie je toch wel weer een beetje de dronken mensen op straat. Ja, ja, ja. Net ook een incident natuurlijk waar een jongen mishandeld is en denkt met zijn dronken hoofd dat het verstandig is om van talud af te springen. Ja, ja. En die gaat nu met een gebroken knieën zijn in het ziekenhuis. Dat is wel gekke dingen. Dus ja, die meldingen ga je nu wel weer krijgen dat mensen weer dronken op straat gaan rondhangen. Maar het valt gelukkig mee. Laten we hopen dat dit het hele tendens voor de hele zomer is. Dat het gewoon zo blijft. En dat mensen gewoon op een goede, gezonde manier uitgaan. Maar nee, het is niet... ik had meer drukte verwacht. Maar goed, het is
Gelukkig meegevallen dan. Ik wil jullie dan weer bedanken voor het kijken. Laten we een duimpje achter zien die gedaan hebt. En dan bedankt voor jullie voor nu. Of als we weer dat kijken. Oh, en ga even abonneren, hè. We moeten naar de 300.000 volgers, hè. We zijn er bijna. We zijn er bijna, dus abonneer gewoon op dit mooie kanaal.